te zielig zijn. Ja, stop nu hier maar. Goed idee. Oh, moet jij niet nog ergens een business doen? Een transactie? Wat dan? Ja, dat ga ik in de mall doen. Oké. Oh, ik dacht dat bij de... Nee, niet de Jacksonic. Ja. Dat kan in de Maribor Mall. Ah, oké. Okay. Nee, dat idee niet. Ja, het meest luxe hotel hier in de buurt, in het centrum. Nelia. Ja. Hi, Wade. Het is zo hoog. Hier uit, oh nee, hier mag niet. We rijden nu richting het station. Oké. Daar begint de Maribor Road. Dat is het eerste huisje. Een heel mooi Amsterdamse trapgevel. Oké. Okay. Daar ben je een waanbord voor, daar kan je helemaal niks zien. Mijn kennis van mij uit Amsterdam, die komt hier vaak. Die zit helemaal in de culturele wereld. Ja. Die heeft ervoor gezorgd dat het uithangbord weg. Ik heb me wel bezorgd van mij niet gehoord, dat het een hele pand opgeknapt wordt. Ja. En de actie gaat nu starten. Om daar, want het wordt gebruikt als opslag voor bedjacks. Aha, handig. Maar dat is een super locatie. Het eerste padje in de Maribor Street. En je hebt daar een heleboel mooie panden. Alleen je ziet er gewoon griekeloos van. Dat is helemaal bedekt met de lagen. Er wordt geen aandacht aan besteden. Als nou het eerste padje heel mooi opknapt en een mooie functie stopt, dan ga je zo door. Dus dat is een pilot wordt dat. En zij kent de eigenaar. Ze kent het hele culturele wereld hier. In augustus is hier, dan gaan we dat aanpakken. Ja. Zijn een leuke vrouw is dat. Tony Tak. Ook in Amsterdam. Dik in de 70. Ongelooflijk.